is ook een woord waarvan veel mensen zeggen, ik hoor jullie het vaak bezig, maar wat betekent het nou eigenlijk? Nou, intersectionaliteit kun je met een iets simpeler Nederlands woord vertalen naar kruispunt denken. De notie dat vele vormen van uitsluiting, uitbuiting en onrechtvaardigheid elkaar vinden op kruispunten. Ik nam net al het voorbeeld van bijvoorbeeld vrouwen die te maken hebben met een wage gap. Dat is op zich al oneerlijk genoeg. Maar stel je nou voor dat deze vrouw nog in een andere groep zit die gemarginaliseerd wordt. Bijvoorbeeld omdat ze van kleur is. Dan kom je dus op een kruispunt. En de politiek van bijeen staat voor dat we die kruispunten herkennen. En dat we ook dat we altijd alert zijn bij het aandragen van oplossingen en beleid op die kruispunten.